Verdachte liquidatie De Meern vrijgesproken. En gekte op de Utrechtse huizenmarkt. Goedenavond, woensdag 14 juni. Dit is Ustad Nieuws. In de liquidatiezaak van Aziz Anzi, de man die 2 jaar geleden werd neergeschoten in De Meern, is iets vreemds aan de hand. Het OM wilde verdachten de cel in hebben, maar ze zijn plotseling vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs om de 2 verdachten in de zaak maar liefst 12 en 18 jaar op te sluiten. Ze zouden een zender onder de auto van Anzi hebben geplaatst om hem te volgen. Ze lokte hem naar De Meern, waar hij werd vermoord. Maar de rechtbank vindt dat het bewijs niet sterk genoeg is. Het staat niet vast dat ze wisten dat het ging gebeuren. Het baken is 1,5 uur voor de liquidatie voor het laatst uitgelezen. Dat betekent dat de laatste tijd hij ook niet gevolgd is. Ja, er is eigenlijk gewoon geen directe link te leggen met de dader waarvan we dus niet weten wie het is. Het Openbaar Ministerie is niet blij met de uitspraak. De zaak tegen de 2 mannen was in de ogen van justitie juist sterk zat. Als je kijkt naar hoe wij de zaak beoordeeld hebben en wat we geëist hebben. We hebben 18 jaar en 12 jaar geëist. Dan is dit natuurlijk een hele teleurstellende uitspraak. En we zullen hem ook grondig bekijken op aanknopingspunten voor hoger beroep. Ja, het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Utrechters maken zich grote zorgen over de woningmarkt. Dat blijkt uit ons eigen onderzoek waar 900 mensen aan meedoen. Zowel in de koop- als de huursector hebben mensen grote moeite hun droomhuis te vinden, omdat de huizen duurder en duurder worden. Ik zoek eigenlijk met mijn 2 kinderen een eensgezinswoning. Ik ben op zoek naar een huis in ieder geval met een tuin en het liefst een eengezinswoning. Irene en Sarah, 2 vrouwen die onze enquête invullen. Ze zoeken allebei een huis en dat gaat niet gemakkelijk. Ik kan nergens naartoe. En waarom niet? Dat heeft dus te maken met die wachttijd. Je moet dus heel lang inschreven staan in Utrecht. Dan praat ik over minimaal 7 jaar. In de koopwoningsector, daar mag ik in mijn eentje natuurlijk een bepaald bedrag lenen. Daar vind je geen woning met een tuin in de regio Utrecht. Sarah woont samen met haar dochter in een kleine woning in IJsselstein. Het huis heeft maar 1 slaapkamer. Zo, dit is mijn bed. Hier slaap ik. Je dochter aan de andere kant van de gang, hè? Die moet hier langs lopen om naar haar kamer te gaan. De helft van alle mensen die onze vragenlijst invullen geeft aan dat huizen in de regio te duur zijn. Andere redenen waarom veel mensen niet kunnen verhuizen is omdat er te weinig aanbod is. En woningen die vrij zijn, zijn ook weer snel verhuurd of verkocht. Tienduizenden mensen zoeken een woning bij ons in de provincie. En om ze allemaal een plek te geven, dat is een uitdaging. Wat is de oplossing, denk je? Meer bouw. En als ik kijk naar hoeveel kantoorruimtes er leeg staan, al jaren. En dan denk ik van ja, maak daar woningen van. Het is een starterswoning. En ja, mensen die uit huis willen, die lopen daar natuurlijk ook tegenaan. En die hou jij nu al 12 jaar lang bezet? Precies, ja. 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 Dus mijn excuses, want dat vind ik echt niet leuk. We blijven dit voor u volgen. En op onze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De politie doet onderzoek naar 3 branden in de binnenstad die mogelijk met elkaar te maken hebben. Kort na elkaar werden vandaag 2 geparkeerde motoren en een opslagruimte getroffen door een brand. Het gebeurde op de Sint-Jacobstraat, Lange Lauwerstraat en de Jan Meijenstraat. De politie gaat uit van brandstichting. Het duurt waarschijnlijk langer voor u met de tram van Utrecht Centraal naar de Uithof kunt. De Uithoflijn loopt mogelijk vertraging op. De oplevering van de trambaan is onzeker vanwege bouwprojecten rond het stationsplein. Zoals de bouw van woningen en een fietsenstalling. Utrecht is niet wereldfietsstad geworden. De stad is 2e geworden na Kopenhagen. Utrecht heeft wel Amsterdam van de 2e plek verstoten. Volgens wethouder Van Hooijdonk is het niet zo gek dat de Domstad hoog geëindigd is. De stad doet het goed met alle ontwikkelingen voor fietsers. De Harry Potter tentoonstelling wordt wegens succes verlengd. Al bijna 200.000 bezoekers wandelden door de decors uit de Harry Potter films. De tentoonstelling zou eigenlijk deze maand stoppen, maar blijft nu tot 2 september staan bij de Cinemac Bioscoop.
Geslaagd of gezakt? Dat was voor veel leerlingen in de stad vandaag de grote vraag. Bevend voor de telefoon zaten vandaag duizenden leerlingen te wachten op het verlossende bericht. De scholen maakten per telefoon bekend wie er gezakt en geslaagd waren en of dus de vlag uit kon. En op de Herman Brood Academie studeren studenten net wat anders af. Voor het examen moeten ze een optreden geven in Tivoli de Helling. Voor studenten spannend, maar voor het publiek een goed moment om te kijken wie de nieuwe talenten in de muziekwereld zijn. Look at us now. What a mess we create. Vandaag ga ik afstuderen aan de Herman Brood Academie. Ja. Ja, dus het laatste avondje en ik, ja, het is toch al raar. Ja, gewoon om muziek te maken, dat is super cliché, maar het is gewoon... het is toch een beetje afwachten vaak of je leuke reacties krijgt van het publiek. Ja, maar meestal als we één nummer hebben gespeeld, dan zit ik er wel in en dan... heb ik gewoon heel veel zin in om gewoon met jongens muziek te maken en om gewoon een mooie show neer te zetten eigenlijk. Merel moet wel een goed cijfer halen om af te studeren. Oefenen heeft ze genoeg gedaan. Nu moet het voor publiek. Het gaat er eigenlijk volgens mij vooral omdat dit echt een moment is. En je sluit 3 jaar af en inderdaad, als het goed is, is iedereen er. En heb je ongeveer 1,5 jaar gewerkt aan je eindexamen en je wil gewoon 1,5 uur lang gewoon heel mooi en heel goed spelen. En als je daar heel veel applaus voor krijgt, is dat eigenlijk het belangrijkste. Maar goed, dat cijfer is spannend, dat is waar. Ja, klopt. Vanavond en morgenavond is Tivoli de Helling weer omgetoverd tot Herman Brood Festival. De studenten moeten 1,5 uur spelen en Merel hoopt dat ze straks geslaagd is. Gewoon gezonde spanning. Maar het is gewoon heel raar, omdat we de afgelopen 3 jaar... ben je dan hier op school geweest en ineens... dit is wel een soort van de avond waar je toch naartoe hebt geleefd. En dan begint eindelijk het festival. De zaal is geopend vanaf 7:30 en de toegang is gratis. Dan gaan we naar de uittips voor onze stad. Voor het eerst wordt er ook in onze stad de Kennel Pride gehouden. Zaterdag varen honderden homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en hetero's allemaal in een bonte stoet door de oude gracht. En in Tivoli-Vredenburg een bijzonder evenement. Daar is een festival voor Oosterse muziek. Syrische componisten laten hun werk horen op het festival Oriental Landscapes. Krijgt u nog het weer. Vanavond blijft het helder bij zo'n 13 graden. Morgenochtend zonnig, maar later meer kans op wolken en onweer. Het wordt 26 graden. Tot zover. Morgen zijn we er weer met een nieuwe U-Stad Nieuws. Graag tot dan.